you fine. I have you open all night like an IHOP. I'll take you home, baby, let you keep me company. You give me some of you, I give you some of me. You look good, baby, must taste heavenly. Welkom bij een Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op Timber, uitgegeven door 909 Games. Het is een spel voor 2 tot 6 spelers waar je een kwartiertje mee zoet bent. En in dit spel proberen de spelers aan de ene kant samen een toren te bouwen en aan de andere kant probeer je je tegenstander een speelstuk te geven waardoor de toren omvalt, want dan krijg jij een zogenaamde zweetdruppel. En degene die als eerste 3 zweetdruppels heeft verzameld, wint het spel. Alternatief kun je winnen door al je speelstukken weg te werken. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in het doosje zit. Het spel is gemaakt door Wilfried en Marie Fort en wij krijgen de spelregels in 2 talen, het Nederlands en het Frans. Niet al te complex, 1 kantje per taal. Vervolgens krijgen wij de verschillende houten bouwstukken waarmee we de toren in elkaar gaan knutselen. En de fiches die wij in dit spel zweetdruppeltjes noemen. Dat is wat we krijgen. Dan laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ik heb even een voorbeeld gedaan voor 4 spelers. We leggen de zweetdruppels binnen handbereik en in het midden van de tafel leggen wij alle bouwstenen. Wijs willekeurig een startspeler aan, die pakt 1 bouwsteen en dan met de klok mee gaat elke speler 1 bouwsteen pakken totdat de hele stapel op is. Behalve in een 4-spelerspel, als er dan nog 2 stukjes over zijn, dan stopt dit proces. De 2 speelstukjes die over zijn worden niet gebruikt en gaan terug in de doos. En dan zijn we klaar om te gaan beginnen. Dan gaat de startspeler een bouwsteen uit zijn voorraad aan de speler links van hem geven. En die speler moet de bouwsteen gaan plaatsen. En dit is het begin van de toren. En zo gaan we dus steeds een steen uit onze collectie naar de speler links van ons geven. Die moet hem plaatsen en voorkomen dat de toren valt. De eerste steen is natuurlijk makkelijk. Er is geen basis, dus dat mag elke soort steen zijn. Maar daarna moet de speler die aan de beurt is een steen doorgeven die ofwel dezelfde vorm heeft, ofwel dezelfde kleur. En nou, dan geven we bijvoorbeeld deze door aan Army Guy. Army Guy gaat deze plaatsen. Nou, hij kan natuurlijk zeggen, ik ga lekker clearen en ik plaats hem op deze manier. En vervolgens moet hij dus of een zwarte steen doorgeven of een steen met dezelfde vorm. En dat is deze. Nou, de rode speler moet weer een steen plaatsen. En die plaatst deze hier bovenop. En vervolgens geeft de rode speler ofwel weer een steen met dezelfde vorm of een steen met dezelfde kleur door, enzovoort, enzovoort. En zo gaan de spelers bouwen. Mocht het voorkomen dat je een steen moet doorgeven, maar je hebt geen steen met dezelfde vorm of dezelfde kleur, laten we het voorbeeld eventjes hier bij de rode speler doen. Dan mag hij een steen van een andere speler pakken die wel aan de eisen voldoet. Dus in dit geval zou hij bijvoorbeeld deze groene steen kunnen pakken van mij of dit grote blok van Googly Eyes. En dan geeft hij dat door. Mocht ook die optie niet meer beschikbaar zijn, dan mag hij een willekeurige steen uit zijn eigen voorraad doorgeven. Zodra een speler steen heeft geplaatst en er is niks gevallen, gaat de beurt natuurlijk door. Maar zodra wij een steen gaan plaatsen waarbij de toren omvalt, stopt het spel eventjes. De speler die de bouwsteen heeft gegeven aan de speler die de toren heeft om laten vallen, die ontvangt een zweetdruppel. En zodra je de 3 hebt, win je het spel. De hoogste nog staande toren vormt de basis voor de volgende toren. Ja, in mijn geval is alles omgevallen, dus liggen er allemaal enkele stenen. Dus dan mag ik zelf kiezen als speler die het heeft laten instorten. En alle andere stenen, laten we zeggen dat ik deze kies als basis. En alle andere stenen krijg ik in mijn eigen voorraad met een maximum van 3. Dus zouden bijvoorbeeld deze stenen allemaal gevallen zijn, dan kies ik er 3 uit die ik zelf wil hebben. En de rest gaat terug in de doos en wordt dus uit het spel verwijderd. Ik heb de toren laten vallen. Dat betekent dat ik weer aan de beurt ben. Ik geef weer een steentje door aan mijn linkerbuurman. Die gaat weer plaatsen. Enzovoort. Enzovoort. Het spel is direct afgelopen als iemand dus 3 druppels weet te verzamelen.
Of als iemand erin slaagt om alle bouwstenen die hij heeft weg te werken. Dat wordt dan de winnaar. En zo wordt Timber gespeeld. Timber is een leuk behendigheidsspelletje met lekker eenvoudige regels. Je hebt een zekere mate van invloed. Aan de ene kant begint iedereen het spel met het zelf verzamelen van de diverse speelstukken waar je deze het potje mee gaat spelen. En aan de andere kant beslis je natuurlijk hoe je een steen plaatst en welke steen je vervolgens aan je buurman of buurvrouw gaat doorgeven. En daar probeer je natuurlijk elkaar een beetje mee te pesten door onmogelijke stukken te plaatsen, zodat de kans groot is dat je buurman of buurvrouw niets anders kan dan de toren te laten omvallen en jou daarbij een zweetdruppeltje te geven. Aan de andere kant hebben sommige mensen bijzonder stabiele handen en weten ze dan toch weer dat speelstuk te plaatsen. Ja, en dan is jouw val mislukt en gaat de zweetdruppel waarschijnlijk naar die volgende speler. Maar dat houdt het spel gewoon leuk. Het is een snel en simpel spelletje. Wat ja, gewoon grappig werkt. Niks bijzonders, maar wel leuk interactief. Je bent, ook al ben je niet aan de beurt, ben je toch aan het kijken en aan het hopen dat die toren valt. En ja, dat is gewoon een grappig mechanisme. En ook als de toren valt, krijg je 3 speelstukken terug. De rest gaat uit het spel, dus de keuze wordt steeds minder. Je blijft verplicht speelstukken te spelen met dezelfde vorm / kleur. En anders moet je die bij andere spelers weghalen. Dus zo help je elkaar ook weer speelstukken wegwerken. Zonder dat je dat eigenlijk zou willen. Maar dat alles bij elkaar maakt Timber tot een vermakelijk partyspelletje. Wat gemakkelijk op tafel te krijgen is. En daarom ook gewoon simpel 3 sterren heeft gekregen. Spellenzolder.